Hey Simeon, wat leuk dat we jou mogen interviewen vandaag. Ja, hey, goedemiddag. Ja, ik heb er zin in. Nou, top, laten we beginnen. Kan jij vertellen waar een CS-specialist zich nou mee bezighoudt? Ja, zeker. Een CS-specialist houdt zich eigenlijk bezig met het maken en beheren van campagnes in Google Ads en Bing. En dat zijn verschillende typen campagnes, zoals campagnes in het zoeknetwerk. Dus wanneer iemand een zoekopdracht doet in een zoekmachine, zie je vaak als eerste tekstadvertenties. Anderzijds zijn dat ook bijvoorbeeld videoadvertenties voor een YouTube-video. En kan het ook een banner zijn die je ziet op, wanneer je surft op internet. En daar staat dan bijvoorbeeld een paar schoenen op wat je net hebt bekeken op een webshop. Dus dat zijn eigenlijk de verschillende type advertenties en campagnes die we maken en beheren. En daarnaast ook een stukje strategie. Oké, dat klinkt heel breed. Maar hoe bepaal je dan welke strategie je wanneer moet gebruiken? Ja, dat is eigenlijk bij iedere klant natuurlijk weer anders. Wat we allereerst doen is een onderzoek naar de doelgroep. Hè. Hoe beweegt die zich online? Daarnaast doen we ook altijd een zoekwoordenonderzoek. Dus hoe vaak wordt er gezocht op het product of dienst van de desbetreffende klant. En natuurlijk kijken we ook naar de doelstellingen die de klant heeft. En naar de customer journey. Dus eigenlijk de klantreis vanaf het eerste moment dat iemand in aanraking komt met de klant tot het moment dat hij daadwerkelijk ook overgaat tot het doel van de website. Oké, dus elke strategie / aanpak is dus anders? Ja, die is echt anders. Bij iedere klant is die echt anders. Die is voor niemand hetzelfde. Oké. Hey, en jij bent al een tijdje werkzaam als SEA-specialist en bekend in de SEA-wereld. Waar ligt nou voor jou echt de grootste uitdaging? Ja, de grootste uitdaging ligt voor mij toch altijd wel om de campagnes rendabel te maken. En dat hangt ook van meerdere factoren af. En vaak gaat het toch ook wel een beetje full funnel. Mijn campagne kan heel goed zijn, maar wanneer de website van de klant bijvoorbeeld niet converteert, dan is mijn campagne, dan zijn de resultaten daar ook niet goed van. Dus daarom probeer ik ook echt wel full funnel te kijken, ook samen met de klant. Zodat we goed in beeld zijn in de volledige klantreis van de potentiële klant. Hey, en je hebt al verschillende type campagnes genoemd. Ik hoorde search, ik hoorde YouTube, ik hoorde display. Wat is nou echt jouw favoriete type SEA-campagne? Ja, ik denk toch wel dat mijn favoriete SEA-campagne search-campagnes zijn. Dat klinkt misschien een beetje standaard, maar hier heb ik wel veruit de meeste ervaring in. En daardoor weet ik er ook best wel veel van. En wat leuk, wat ik daar ook aan vind, is dat je zelf als CS-specialist invloed vaak hebt op de ad-copy. Dus daar kan je ook creatief mee zijn. En vaak bij video's of display-banners ben je toch wel vaak wat meer afhankelijk van de designer. Desondanks vind ik discovery-campagnes ook leuk. Het is een vrij nieuw type campagne, maar de pilots die ik ermee heb gedraaid laten goede resultaten zien. Discovery-campagnes zijn eigenlijk een beetje de opvolger van display-ads en bijvoorbeeld Gmail-ads. Wat ik daarnaast ook een interessant type campagne vind is shopping. Puur eigenlijk omdat het e-commerce is en je dus vaak ook je echt kan richten op de ROAS. Dus hoeveel levert iedere euro op die we er in Google Ads of Bing steken? Dus dat vind ik ook een hele interessante. Nou, je hebt zojuist drie type campagnes genoemd. Ik denk dat je moeite hebt met kiezen. Dat denk ik ook wel, ja. Hey, heb jij nog tips voor bedrijven die willen investeren in SEA of misschien zelfs al investeren in SEA? Zeker. Zoals ik eigenlijk net al zei, hè, probeer echt full funnel te kijken naar je online campagnes. Dus niet alleen naar SEA, maar ook van oké, is mijn campagne goed? Hoe converteert mijn eigen website of hoe sta ik er bijvoorbeeld organisch voor, dus dat je echt in de volledige klantreis zichtbaar bent. En daarnaast is het ook altijd handig om bijvoorbeeld onze online marketinggids van 2021 te downloaden. Daar staan voor eigenlijk elke specialisatie in online marketing staan daar tips en tricks op en dingen waar je op moet letten dit jaar. En als je nou echt een keer wil weten van oké, hoe kunnen we jouw doelgroep online benaderen, plan dan gewoon eens een inspiratiesessie met ons in. Dan kijken we echt naar hoe jouw doelgroep zich beweegt, wat jouw doelstellingen zijn. En dan vertalen wij dat naar een online strategie die echt inspeelt op jouw bedrijf en doelstellingen. Hey, top, dankjewel. En hoe kunnen de mensen jou bereiken als ze straks nog vragen hebben? Ja, ze kunnen natuurlijk altijd hieronder in de comments hun vraag stellen of in onze DM slijden. Dan reageer ik daar ook op.
En dus ja, dan beantwoord ik al jullie vragen. Hey, dankjewel, Simeon. Ja, graag gedaan.